Goedemorgen, bedankt dat je kijkt. We gaan even een rondje in de gym. En ik wil even laten zien wat ik doe en waar ik het doe. Het is lekker weer buiten. En hier kom je naar binnen toe. Wat ik hier heb staan, is gewoon basis squat racks. De slee, misschien ken je die. Prowler heb ik staan, kettlebells zijn top. En ik heb hier een squat rack, squat rack, squat rack, squat rack, stangen, schijven, een paar dumbbeltjes, elastiekjes. En wat ik zelf ook heel cool vind, ik heb ze eigenlijk niet nodig om resultaat te bereiken, want aan wat je net hebt gezien, dat is echt voldoende. Maar ik heb hier een leg curl staan nog, leg extension en een pulldown voor de mensen die zich nog niet kunnen optrekken. En als jij nu denkt, ik kan me toch nooit optrekken. Ja, misschien nu niet, misschien over een maand, misschien over 2 jaar. Het zou kunnen. Dus wat er zo cool is aan deze apparaten is dit. Niet dat je herrie moet maken of zo, maar in de fitness heb je allemaal mooie plastic apparatuur en dat glijdt allemaal heel goed en soepel, perfect. En dit is gewoon oud ijzer. En dat gaat niet kapot, dat gaat nooit kapot en daar kan je gewoon hard mee trainen. En er wordt hier ook hard getraind. Dus wat ik hier heb staan is allemaal niet zo bijzonder. Wat ik hier mensen ermee leer om te doen, dat is waardoor ze het resultaat bereiken wat je waarschijnlijk al voorbij hebt zien komen. En dat resultaat is ook echt afhankelijk van hoe een persoon iets ziet. Dus wat we doen hier is alles opschrijven. Vertrouwen is goed, controle is beter. Dus door het op te schrijven, zie je ook, elke training kan ik je laten zien of je sterker bent geworden of niet. Of er voortgang is of niet. Dus resultaat is niet alleen de voor- en na-foto's die je waarschijnlijk veel achter dit bord hebt gezien. Resultaat is letterlijk elke training. Als jij niet elke training sterker bent dan de training daarvoor, dan ligt dat aan je slaap. Je traint snel achter elkaar of je voeding is niet goed. En dat zijn dingen die we bijhouden. Zoals je voeding kunnen we gewoon zien door een huidplooimeting te doen. Of je ook echt daadwerkelijk dan vet verbrandt, als dat je doel is. En we kunnen zien doordat je meer gewicht verplaatst of je ook dus sterker wordt. En daarom schrijven we alles op wat je doet. Dus voeding is belangrijk, daar help ik je mee. Ik heb hier ook eieren. Goh, ik heb een tijdje eiwitshakes verkocht en eiwitrepen en dat is gewoon allemaal hetzelfde. Het is allemaal een soort melk eiwit wat bewerkt is en dat is niet slecht. Ik ben niet tegen eiwitshakes of reepjes, maar eieren, ik heb hier een vriezer vol met vlees en dat werkt gewoon het beste. Ik zorg ervoor dat deze producten, grasgevoerde rundvlees, kip wat goed heeft geleefd en dat is ook lekkerder. En het is kwaliteitsvlees in plaats van troep uit de supermarkt van de bio-industrie. Dat soort kleine verschillen maken het grote verschil. Als je voeding helemaal goed is en het klopt en je hebt resultaat in de metingen en je training gaat vooruit en je bent aan het bereiken wat je wilt, dan zijn de supplementen ook van toegevoegde waarde. Maar dat zijn ze niet als je niet goed eet, want dan kan ik je een supplement verkopen, maar dan gaat er gewoon niks gebeuren. Maar een omega 3 visolie en een goede multivitamine, dat is gewoon een hele belangrijke basis. En zo heb ik qua supplementen heel specifiek hoe ik resultaten kan creëren met klanten die ze nog niet hebben gehad. Het is superleuk werk voor mij. Ik vind het heel leuk om de mensen te helpen. Om de atleten te helpen. Ik zie het niet als klanten, want het moet niet op werken gaan lijken voor me. Dus dit was mijn hobbyhok en je bent altijd welkom om een keer te kijken.